ja, je gaat s'avonds vroeg naar bed. Je staat om 7 uur sta je op. Een goed ontbijt, gezond ontbijt. Dus niet te veel vet eten, want dat stoot je op in de auto. 9 uur, 9:15 moeten we op het circuit zijn, omdat we dan een briefing gaan doen. Van alle dingen gaan we doornemen wat we die dag gaan doen. Dan begint het om 10 uur. En dan rijden, binnenkomen, vertellen wat er met die auto is, veranderen. Om de auto steeds beter en beter te maken. Kijk, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat ik zoveel mogelijk wedstrijden ga eindigen. En niet zo vaak uitval als vorig jaar. Het allerleukste is natuurlijk als je in die auto zit, de helm op hebt en gaat rijden. Dat is het allerleukste. Ik heb een ontzettend leuke dag. Kijk, rijden is altijd een hobby. Een hobby geweest waar je je werk van maakt. Dus en zo gauw als ik in die auto zit en mijn helm op heb, dan heb ik het naar mijn zin. Hoezo wat ik morgen doe?